Je maakt het nu mooi klaar, maar er komt geen patiënt. Nee, mensen die gewoon huilend aan de telefoon zitten, die we door moeten sturen naar de huisarts, die je juist niet wil belasten nu. En dan denk ik, jongens, Hugo de Jonge heeft waarschijnlijk nooit een chiropractorbehandeling gehad, want anders had hij de deur al lang open gegooid. Het doet gewoon pijn in ons zorghart dat we die mensen niet mogen helpen die we zo graag willen helpen. Onze eigen patiënten die straks allemaal terugkomen met meer klachten die we weer vaker moeten gaan behandelen. Dat hebben we vorige lockdown ook gezien. En nou slik ik eigenlijk gemiddeld 4 dagen in de week spierverslappers. En dat slaat gewoon nergens op, terwijl ik denk, doe open die deur. Heb je de petitie getekend? Ja, wat denk je? Onder verschillende namen.